Wij zijn Pepermuntje, omdat we jong en fris zijn. Pepermuntje, omdat die mondjes van mijn klanten stinken aan mijn lekkere eten. Daarom hebben die pendegels Pepermuntje nodig nog. Snap je, Marty? Pepermuntje, omdat deze mensen wit willen zijn, net als ik. Peper. Muntje. Prank. Altijd muntje. Pepermuntje. Omdat wij het zijn als rode pepers. En het is goed voor muntje en voor kuntje. Klaar. De oude Egyptenaren. Toen ze naar Griekenland gingen om handel te doen, aten ze pepermuntje op hun kameel. En dat bracht geluk en geld. Vandaar heb ik mijn café Pepermuntje genoemd. Hey schatje, kom met me mee schatje. Ik laat jou de wereld zien, dus kom maar met me mee schatje. Hey schatje, kom met me mee schatje. Ik laat jou de wereld zien, dus kom maar met me mee schatje. Hey schatje, kom met me mee schatje. Ik laat jou de wereld zien, dus kom maar met me mee schatje. Hey schatje, kom met me mee schatje. Ik laat jou de wereld zien, dus kom maar met me mee schatje. Rico heeft in al zijn wijsheid twee verjaardagen gepland dit weekend. Namelijk de verjaardag van een jongen uit een zeer conservatieve Pakistaanse familie. Maar allereerst het feest van een van de bikini Barbies. Doshi, jouw broer is dit keer echt gek geworden hoor. Rustig, wat heeft Rico nu weer gedaan? Hij kwam naar mij toe, hij zegt mij we hebben dit weekend twee feesten. En ik moet voor ze allebei koken. Wat heb ik daarmee te maken, hoor? Jij bent toch de kok? Ja, dus? Wat wil je zeggen? Ah joh, maak je niet druk, joh. Is toch leuk, twee feesten op één avond? Jij en ik, wij handelen die meiden in bikini wel. Hassan fixt die paakjes wel, toch Hassan? Pakistanen mogen mij niet. Weet je, omdat ik beatbox, ben ik de zwarte schaap in de familie. Ze moeten me echt niet. Hoe kon je nou zoiets doms aan Rico adviseren? Bikini Barbies en conservatieve pakies? Dat gaat toch helemaal niet samen? Rico kwam naar mij toe. Hij zei dat zaken niet zo goed gingen. Dus ik kwam met een idee. Om zeg maar twee concepten samen te voegen. Dat creëert zeg maar dynamiek en samenhang. Briljant, hè? Ik hou Rico er even bij en dan kijken hoe we dit gaan oplossen. Wat? Rico! Wat? Ik moet niet roepen. Nog een keer roepen. Rico is lekker. Maar hij ziet me nooit. Hij heeft alleen roettekens in zijn ogen. Rico, waarom heb je nog zoiets gevoeld om twee feesten komen? Ze is boos, iedereen is boos. Jojo is er nog steeds. Rico, ik heb jou al een paar keer. Ik heb nog steeds een paar keer. Rico, twee feesten. Personeel zijn het als schapen. Nee. Ze hebben een herder nodig die hun leidt door het hitte van het woestijn. Gelukkig heeft mijn personeel mij als een herder. Ik kan heel goed tegen stress en ik weet precies wat ik moet doen in stresssituaties. Omdat wij twee verschillende soorten feesten hebben bij Pepermuntje, heb ik speciaal een beveiliger ingehuurd voor de veiligheid van mijn gasten. Want voor mij is veiligheid heel erg belangrijk. En daar bezuinig ik niet op. Adi Rico. Hey. Dit is Babak. Kabab. Baba, mijn naam is Babak met een K. Oké, en wat doet Kabab hier? Dit is die beveiliger naar je vroeg. Ik had toch iemand breed en groot gevraagd? Het is de enige die ik kon vinden die het gratis wou doen. Geloof me, hij is echt stoer. Mag ik één glas melk alsjeblieft? Oh, jij bent zo'n kat. Kijk eens lekker op die katje. Ja.
misschien wel onze mannen zijn? We zijn bij die slechte bakker. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Woo! Go ahead and go start tricking, cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. En aan de pakjes. En kijk naar mij. Kijk. Kijk, het is me gelukt. Het kan samen. Kijk. Mijn toespraken hebben altijd effect. Altijd. Wat een shit speech. We komen nooit meer hier. Sorry. Ja, blijkbaar kunnen sommige dingen toch niet samen. Ik laat jou de wereld zien, dus kom maar met me.